Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft een werkbezoek gebracht aan Guyana om de aanpak van malaria te bespreken. De medische zending heeft eerder een brief gestuurd naar de minister waarin bezorgdheid werd geuit over de bedreiging van Surinames status als malariavrij land. In gesprek met de STVS nieuwsredactie gaf minister Ramadine aan dat er momenteel geen lokale besmettingen in Suriname zijn. Wel zijn er geïmporteerde gevallen, voornamelijk afkomstig uit de buurlanden Guyana, Brazilië en Frans-Guyana. Ik ben heel toevallig morgen in Guyana voor een dag met, in verband met de CARICOM Health Security Conference. En ik heb al een bilateraal gesprek met de minister van Guyana, van Volksgezondheid, om gezamenlijke inspanningen te stimuleren, zodat we de dreiging die er bestaat voor ons, wederom onder controle kunnen krijgen. De medische zending is dus een van de uitvoerende organisaties, met name oog en oor voor het ministerie, voor het malaria-team. En ik denk dat de medische zending meer de noodklok heeft geluid, waarbij aangegeven is, kijk, we komen naar een traject waar we waarschijnlijk het malaria-certificaat krijgen, maar op de wijze waarop de financiering van de zorg in het binnenland nu gaat, zijn ze bang dat ze niet altijd in staat zullen zijn om te garanderen dat zij kunnen reageren op elke malaria-case. Minister Ramadine gaf aan dat de bezorgdheid over malaria in Suriname te maken heeft met structurele problemen. Hij heeft al overleg gehad met de directie van de medische zending over de situatie. Het ministerie van Volksgezondheid werkt samen met het ministerie van Financiën om achterstallige betalingen in orde te maken. Minister Ramadine benadrukte dat er een financieringsvoorstel is gepresenteerd, namelijk het Malariafonds, om de aanpak van malaria in Suriname te versterken. En het Malariafonds, dat wordt nu, dat zeggen de draft is al ready voor het fonds. Het wordt nog binnenkort besproken binnen de regering en we willen daar gestalte aan geven. Met de garantie dat malaria en de aanpak daarvan gegarandeerd is uit een fonds die niet alleen uit overheidsmiddelen bestaat, omdat veel zaken misschien wel overheidsverantwoordelijkheid zijn, maar het gebied met name bevat ook heel veel concessies, zeker in de mijnbouw. En we hebben al gesprekken gevoerd met een heleboel bedrijven, multinationals, bedrijven, particulieren die bereid zijn om ook hun bijdrage te leveren, want die mensen worden als eerst getroffen. Ramadine bevestigde dat het malariafonds binnenkort officieel van start zal gaan. De medische zending zal hieruit middelen kunnen aanwenden om de bestrijding van malaria in Suriname te ondersteunen.